Goeiedag en heel leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekend weervideo van Weerplaza. We hebben momenteel te maken met zeer rustig najaarsweer en dat betekent dat er ook nog eens best wel behoorlijk wat blad aan de bomen zit. Dit levert natuurlijk prachtige najaarstaferelen op, maar de komende tijd zal er meer wind gaan ontstaan en daardoor zullen de bomen hun blad wel gaan verliezen. Maar momenteel is het nog zeer rustig in onze omgeving. Een krachtig hoge drukgebied bevindt zich ten westen van Groot-Brittannië en het zorgt ervoor dat we te maken krijgen met een westelijke stroming. Maar in de loop van het weekend gaat de stroming geleidelijk draaien naar het noordwesten. En in de loop van zaterdag komen dan ook vanaf de Noordzee een aantal buien naar onze regio. En vooral zondag wordt best wel een behoorlijk onstuimige dag met veel buien die naar onze omgeving worden toegeblazen. En ook nog eens de wind die neemt behoorlijk in kracht toe. Het wordt best wel een behoorlijk onbestendige zondag. Zaterdag is een beetje die overgangsdag. De temperaturen komen uit tussen 8 en 12 graden. Op de meeste plaatsen is het dan nog wel droog. Maar in de loop van de dag gaat het dan vanuit het noorden op steeds meer plaatsen regenen. En in het uiterste zuiden kan het dan nog wel eventjes duren voordat het daar gaat regenen. Een groot gedeelte van de dag verloopt daar wel gewoon droog. En de wind die neemt ook geleidelijk wat in kracht toe. Een matige tot soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Een windkracht 4 of windkracht 5. Nou, zondag dus echt wel die onstuimige dag. Met talrijke buien die naar onze omgeving worden toegevoerd. 8 of 9 graden wordt het dan hooguit. En een enkele stevige bui kan ook gepaard gaan met een klap onweer. Dat is echt niet geheel uitgesloten. En die wind die neemt ook nog eens in kracht toe. Een windkracht 4 tot windkracht 6. En zeker in combinatie met die stevige buien en die vlagerige wind kan het toch wel behoorlijk onstuimig aanvoelen. Ook maandag nog een kletsnatte dag, 7 tot 10 graden. En ook de rest van de week verloopt echt wel behoorlijk onstuimig met af en toe veel regen en soms ook een stevige wind. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.